Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Zoals jullie aan de titel hebben kunnen zien, ik ga vandaag emo worden. En nee, dit is niet een shade naar emo's of whatever. Ik beledig hier niemand mee. Vroeger, in 2011, 2012, zat ik op de middelbare school. En het liefste, zeg maar, mijn grootste droom op dat moment was emo zijn. Een gelukte emo zijn. Ik moet het zo zeggen, een gelukte emo zijn. Want ik heb het wel geprobeerd. Alleen het was het altijd net niet helemaal. Ik had Tumblr en ik was met Tumblr heen aan het scrollen. En dan zie je echt die echte Tumblr emo people. En op YouTube volgde ik emo's en dat vond ik zo cool. En ik luisterde naar emo muziek. En toen kwam Jeffree Star in de picture. En ik had toen ik 15 was een relatie met iemand die emo was. En ik was bevriend met iemand op school die emo was. Want het was echt voor mij een soort van heaven. Die ik nooit 100% heb bereikt. Ik heb op mijn oude laptop, heb ik net tevoorschijn gehaald. Die zeg maar aan de oplader moet zitten, want anders doet hij het niet. En daar heb ik aardig wat vindingen gedaan. Zo moet ik het even zeggen. Ik was dus op mijn oude laptop en daar heb ik een aantal foto's gevonden. Alleen niet de foto's die ik wou vinden, echt van de middelbare school. Van dat ik emotjes en Bieber haar had en dat ik het zwart had geverfd. En toen vond ik een kleine loop, want toen vond ik op een oud Twitter account van een vriendin van mij waar ik toen mee omging, die toen dus dat ik, zeg maar, mijn emo vriendin, om het zo maar even te zeggen. In haar tweets, in al haar tweets, vond ik mijn oude Twitter naam, dus mijn oude Twitter account. Daar ging ik op en toen zag ik dat die nog bestond, dus ik heb niet de naam veranderd. Ik heb gewoon letterlijk een nieuwe Twitter account aangemaakt waar ik heel erg blij mee was. En het was Jeroen Maya, letterlijk hoe het nu Jessie Meijs was, toen Jeroen Maya. En ik ging proberen in te loggen en ik wist het inlog. En ik wist de inlogcode nog, dus ik was zo intens blij. En daar had ik dus al die oude foto's getweet. En ik dacht, het moet ergens zijn, maar ik vond het dus. Het begint bij deze foto en het is best wel heftig. Ik had een... Jeffree Star heeft op zijn pink hier die tatoeage. Een kleine bow van Hello Kitty, dus die had ik op mijn vinger getekend. Ik had die op mijn vinger getekend. Ik had een ring gekocht met een kruis die op twee vingers heen zat. Ik had hier een klein diamantje getekend. En ik had een hele grote brandwond op mijn hand. Want iemand had mijn hand tussen de tosti-apparaat in de aula gestopt. En ik had tunnels en ik had in mijn tweede gaatje een echt zo'n septum piercing. En ik had zwart Justin Bieber haar. En ja, hier was ik heel trots op mezelf. Dacht ik echt, wauw, ja, cool. Dan komt deze foto. Oh my god. Ik weet niet wat ik dacht. Ik weet niet waarom, maar mijn neus lijkt hier zo intens groot. Ik had hier lenzen in die zeg maar groen-bruin waren. Hier had ik mijn haar nog niet zwart geverfd. Hier had ik, dit is mijn eigen haarkleur. Jongens, voor iedereen die het even wil weten, dit is mijn eigen haarkleur. Heel heftig. Ik weet niet meer van wie ik dit vest had, maar het was echt zo'n emo-vest. Ik weet niet, volgens mij had ik die van mijn ex of zo. Dit shirt, zou ik ook niet weten. Het waren niet mijn kleding in ieder geval. Dan hebben we dit. My god, ik vond die trui heel erg cool, heel erg emo. Ik weet niet, want deze foto lijkt mijn neus zo groot. Wat, en dit zijn dus mijn echte lippen. Zeg maar, ik had niks. Ik had echt, zeg maar, 0,0 lip. Heel heftig. Dit truitje vond ik heel erg cool, omdat er doodshoofd op stond. En dat was grijs en wit en dat was heel erg emo. Dan deed ik er een hemdje onder, omdat ik dacht, dat is ook emo. En ik had een muts hier op, zo'n grijze muts die dan zeg maar tot op hier op je hoofd zeg maar laat zitten, want dat is ook super emo. En omdat ik op een foto op Tumblr iemand had gezien, had ik een neusje en snor aangetekend. Dit is mijn beste vriendin Saskia, waar ik nog steeds mee omga. Dit is zeg maar, ik heb haar leren kennen toen ik in groep 8 zat. En ik ga nog steeds met haar om. 10 jaar later. Nou, dit was echt dat ik dacht van oké, mijn haar is nu echt cool. Ik heb nu echt emo haar. Ik ben nu echt... emo, want wat ik had gedaan, ik knipte het één keer, ik liet alles gewoon helemaal groeien. En dan kreeg je echt zo'n lange mat hier, dat ik altijd ging krullen, want ik had altijd gewoon wat gekrulde haar onder. En dan pakte ik gewoon die mat en dan deed ik gewoon met de schaar mezelf afknippen. En dan bleef dit groeien en dan bleef dit een beetje kort en ik dacht echt ja. En het was heel erg emo van me, want emo's knippen hun eigen haar. Dus het was best wel emo van me om mijn eigen haar te knippen. Maar hier was ik best wel dat ik dacht, oké, mijn haar is on point hier. Deze foto kan ik me nog heel goed herinneren op het moment dat ik hem ook maakte. En ik dacht echt, ja, yes. En ik weet niet wat er met mijn huid aan de hand is. En ik weet niet wat ik heb gedaan, dat ik zoveel texture had. Alleen hier had ik mijn haar echt net
Het was niet zwart, het was heel donkerbruin geverfd. Heel heftig. Ik was hier best wel trots op. Het was heel heftig. En het was echt, ik dacht van, I'm emo now, maar nope. Dus dat is, mijn emo geschiedenis. Hoe ik dacht dat ik emo was, en ik dacht dat ik er heel cool uitzag. Ik heb ook het idee dat emo is veranderd. Ik heb niet meer het idee dat emo hetzelfde is als hoe het vroeger was. Vroeger, ik heb ook sowieso het idee. Ik heb een beetje het idee dat de nieuwe emo's, dat is een beetje Lil Xan, Lil Peep. Zeg maar, emo's zijn een beetje daarheen veranderd. Dus emo meisjes zijn een beetje veranderd naar make-up. Zeg maar, de stijl is wel een beetje hetzelfde gebleven. Zwarte broek, fans, shirtje, bla bla bla. Maar dan het haar is niet meer zo heftig getoupeerd. En het is van grote panda ogen veranderd naar gewoon echt een full face make-up. Zeg maar, ik heb een beetje het idee dat de emo's een beetje veranderd naar de make-up meisjes, om het zo maar even te zeggen. En ik weet dat heel veel emo jongens zijn vrouw geworden. Ik weet dat ik ken heel veel emo, zeg maar, toen jongens die uiteindelijk vooruit zijn gekomen als transgender zijn en veranderd zijn naar vrouw. Heel veel zijn drag queen geworden. Een zanger van Blood on the Dance Floor is drag queen geworden. Nou ja, en sommigen zijn Gucci obsessed geworden, zoals Jeffree Star. Ik heb een beetje het idee dat de emo's van vroeger, dat je dat niet meer echt hebt. En misschien dat het er is, hoor, ik wil niemand beledigen, maar ik heb een beetje het idee dat dat, hoe het echt vroeger was, zeg maar echt de scene queens en de emo's en zo, dat het allemaal niet meer zo heel erg is hoe het echt vroeger was. En dat je emo meetings in Arnhem, zeg maar de meeting in Arnhem en zo. Dat, ik denk dat is niet meer echt zo, denk ik. Maar vandaag ga ik een poging doen tot emo worden waarvan ik vroeger echt dacht, yes. First of all, stap 1. Ik heb het meest emo shirt wat ik kon vinden. Heb ik uit mijn kast gepakt en die ga ik aandoen. Dit is zeg maar echt zo'n merchandise emo shirt. Emo outfit. Check. De make-up game, zeg maar, toen ik op de middelbare school zat, 8 jaar geleden. Ja, ik ben bijna 22. Toen was de make-up game, zeg maar, nog niet zoals dat die nu is. Dus ik heb het idee dat alles wat minder geblend was, dat alles wat minder precies was. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga niet mijn best doen om alles goed te blenden. Volgens mij bestond de beauty blender toen nog niet eens. Like, how? How did people live? How? Maar ik vind het zo, ik vond het vroeger zo verwarrend. Want je had zoveel dingen. Je had emo, je had scene. En scene is zeg maar een beetje uitgelegd hoe ik het vroeger uitlegde. Als een ontplofte emo met kleurtjes en dingetjes. Emo was zeg maar zwart en scene was zeg maar de ingekleurde versie van. Je had dan ook nog weer hipsters, want dat was dan weer wat anders. Maar hipsters nu is weer totaal iets anders als een hipster toen. En dan heb je natuurlijk gewoon nog de OG skaters. Maar dat was dan ook weer wat anders als emo's. Maar er waren ook emo's die skaten. Het was allemaal zo confusing en ik snapte het ook allemaal niet. Voor blush ga ik een Kylie blush gebruiken. Anastasia Dipbrow bestond toen nog niet. Dus iedereen tekende hun wenkbrauw toen met potloodjes. En volgens mij niet eens zulke potloodjes zeg maar, die je uit kan draaien. Maar echt een puntenslijp potloodje. En dit was volgens mij ook gewoon niet echt. Het was volgens mij allemaal vroeger niet echt precies. Het was, weet je, het boeide ook niet. Want als je een foto maakte toen, was het allemaal helemaal niet zo scherp. Dus zeg maar, alles was een beetje blurry. Dus ik kreeg een soort van filter over je hoofd heen. Dat alles er best wel oké uitzag. En mijn wenkbrauwen waren ook niet zo dun. Want het was nog een beetje in de tijd dat je streepjes nodig had, zeg maar, om in de mode te zijn. Dus eigenlijk horen maar zijn mijn wenkbrauwen niet emo-proof. Er waren denk ik ook genoeg emo's die gewoon dachten, ja, ik heb bushy wenkbrauwen, dus ik ben een bushy wenkbrauw emo. En dat zal vast ook alweer een categorie zijn geweest. Het was allemaal voor mij gewoon heel ik heb oranje wenkbrauwen. Oké. Mijn wenkbrauwen zijn niet helemaal de goede kleur, jongens. Past ook wel weer in het thema. Dan heb ik een oogschaduwpalet waar wit en zwart in zit. Want ik denk dat de belangrijkste kleuren zijn in een emo tutorial. Zwart en wit. Dus ik ga beginnen met wit. En dit ga ik over mijn hele ooglid aanbrengen. Echt letterlijk over mijn hele ooglid. Want vroeger, zeg maar, bracht je make-up van je ooglid tot aan je wenkbrauw aan. Want, I don't know, waarom deden mensen dat eigenlijk? Echt tot aan mijn wenkbrauw de oogschaduw aanbrengen. Dan pak ik de zwart en ga ik vanaf mijn wimperlijn een soort van smoky eye proberen te maken. En heel veel emo's die ik kende gingen voor de koala bear look. Of zeg maar, hoe noemen we dat? Panda look. Maar dat boeide volgens mij vroeger ook niet. Want pandas waren, zeg maar, werden gezien als best wel cute. Dus dan was je zeg maar een cute panda. Toch?
Volgens mij boeide mensen het niet letterlijk omdat ze op een panda leken, omdat het dan cute was, want je was emo. Letterlijk, 8 jaar later ben ik nog steeds slecht in emo zijn. Pretty fucking nailed it there. Dan met een eyeliner ga je hele waterlijn uiteraard zwart maken, want het moet allemaal zo zwart mogelijk. En wimpers waren toen nog niet echt een ding, of het waren echt van die snoekie wimpers, weet je wel, die echt gewoon één lange gigantische band, maar dat was ook weer niet heel erg emo. Volgens mij was het gewoon echt mascara, 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 tot het, zeg maar, echt je wimpers eraf vielen. En wat is wel fijn als een emo zijn, als je mascara aanbrengt en je tikt je ooglid aan, het is toch zwart. Je ziet het toch niet. En onder was volgens mij ook echt super belangrijk. Volgens mij was onder, zeg maar, nog belangrijker dan boven. En het was niet erg als je je ogen aanraakt. En dan is het net alsof je gehuild hebt naar hele zielige scream muziek. Volgens mij kon je voor lipstick gewoon, of lichte roze. Volgens mij niet echt, het kan wel, maar volgens mij niet echt. Volgens mij was het altijd gewoon roze. Lippen overlijnen was toen volgens mij ook nog niet een ding en lipfillers. Doe zo mijn best om niet over te overlijnen, maar ik denk dat ik hier gewoon moet stoppen. Dus licht roze kleur. Het haar. Dan. Oké, dan. Au, fuck. En nu moet ik dus kijken. Want je moet je haar de andere kant op doen als waar je hem zelf heen wilt. Dus je moet hem de andere kant op stijlen. En het moet volgens mij allemaal gewoon echt super stijl. Volgens mij is dat, zeg maar, de key. Ik weet altijd dat een vriendin van mij echt gewoon uren en uren bezig was gewoon met haar stijlen. Hoe dood moet haar geweest zijn? En het was dan altijd, kijk, ik heb super geblende extensions. Zeg maar, mijn extensions blenden best wel met mijn eigen haar in. Maar vroeger had je, zeg maar, extensions en dat was echt best wel grappig. Deden ze dan in en dan pakte ze een pluk en als ze met de schaar vanaf, zeg maar, waar het haar begon, zo zeg maar extreem uitdunnen om echt van die, ja, in principe banen zelfs te creëren. Gewoon verschillende soorten, verschillende lengtes, extensions in. Om gewoon in principe gewoon zo recht mogelijk haar te hebben. En dan allemaal naar de verkeerde kant toe stylen. Zodat als je het straks aan de andere kant toe doet, dat je al een beetje volume hebt. En dan kan je het dus zo woef naar de andere kant toe slaan. Kijk, dan heb je al volume. En dan doe je alles even naar achter. Al het haar even zo woef naar achter. En dan begin je, zeg maar, vanaf de voorkant met touperen. En ja. En wat een vriendin van mij dus altijd deed, was van achter zoveel mogelijk haar pakken. Alles naar voren doen met haarlak en dan gesteld. Zeg maar, wat ze dan deed, ze pakte het hier ergens aan de zijkant. En dit ging dan weer stel naar beneden. En dan zo, weet je, dan wel allemaal getoupeerd dit. Zo. En dan heb ik eigenlijk een pinnetje nodig, maar die heb ik niet. Dus dan doe ik even zo. En dan dit nog getoupeerd. Maar dan, weet je wel, dan heel erg getoupeerd. En dan het echt van die extreem strakke, steile punten. Ik denk dat ik eenmaal ben. Ik denk dat ik het best wel pretty spot on heb gedaan als hoe mensen er, sommigen er vroeger uitzagen. Ik vind het er niet geweldig uitzien. Ik vind het mijn normale look, zeg maar, weer ietsje beter staan. En je moet altijd, zeg maar, continu zo, zeg maar, als je ze niet meer aan je haar laat blijven zitten. Uiteraard zit er heel veel sarcasme in deze video en is niet alles wat ik heb gezegd serieus. Omdat het allemaal met een goed hart is. Ik denk dat ik echt wel MySpace populair zou zijn vroeger. Als ik er zo uit zou zien, zou ik echt wel MySpace populair zijn, denk ik, vroeger. Dus dit is mijn emo look. Dit is me being emo. Er was ook altijd één jongen op Tumblr en het was echt zo'n emo guy. Dat was echt zo'n sexy emo boy. En als je mij toen had verteld dat ik hem 8 jaar later zou gaan ontmoeten, dan was ik, denk ik, gek geworden. Maar it happened. It freaking happened. Dus dat was de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. In ieder geval, vond jij de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments nog iets achter. Nog iets leuks wat ik kan doen. Nog iets leuks waar ik in kan transformen. Iets wat jullie graag zouden willen zien. Laat het jullie allemaal in ieder geval beneden weten. Ik vind het super leuk om al je leuke nieuwe comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Emo out.